Det er så ugly. The person might get two of the gifts. He interprets also and he speaks also in tongues. Misschien krijgt diezelfde persoon wel twee gaven. Hij spreekt in tongen en hij kan uitleggen. As a sign, maar als een teken that we believe Jesus, dat wij Jezus geloven, we have to speak in new tongues. Moeten wij in nieuwe tongen spreken. And that new tongue is what Paul calls unknown tongue. En die nieuwe tong is wat Paulus hier noemt, onbekende tong. And he says it's not for the people's listening. En hij zei, het is niet voor de mensen om het te horen. It's for the one who's praying. Is voor degene die bidt. And it's for God who's listening. En het is voor God die luistert. It's not for anybody to say, I don't understand what you're saying. It's not for you. Niet voor u, voor iedereen. When you want to hear what God says, als u dat hoort wat God zegt, go to the prophet. Ga naar de profeet. He will tell you. Dan zal hij het u vertellen. If you want to know what God says, als u wilt weten wat God zegt, to you, aan u, speak in tongues. Spreek dan in tongen. And God will raise you up. En God zal u ophouden. Many of us have breakthrough without knowing it, and because you speak in tongues. Vele van ons hebben het doorbraak zonder dat u het weet, omdat wij in tongen spreken. Because you didn't even know that you should pray over that thing, but God made you to pray. Some of you say, "Oh, you don't know." U weet niet wat u bidt. You are praying out your sin partner. U bidt uw zondepartner eruit. You are living together. U woont samen. You say, how am I going to tell this woman? Hoe kan ik dat deze vrouw vertellen? I want to be alone and think about what God says. Alleen zijn en erover denken wat God zegt. And you cannot go to her and say. Je kunt niet naar haar toe en zeggen. I'm thinking we are not meant to be together. Ik denk dat wij niet voor elkaar bestemd zijn. And when you start saying harabura kata, you are saying, I send you away. I send you away. I send you away. I send you away. Send you away. Go! Go! Ga! Ha! Ha! U was aan het bidden. Now you only special faith because you don't know what you're saying. It's only when you hear that, ah, is he hearing it? No! Hoort hij het? And God says amen. En God zegt amen. The next day she comes and says, I'm thinking about my relationship. De volgende dag komt zij zegt, ik denk na over onze relatie. Ik ben verhuisd. And he asked, have you been praying over? He said, no, I've been praying. You have been praying, but in tongues. Ja, je hebt gebeden, maar in tongen. Open the auto deur voor me open. I want the white man or I die. Ik wil de blanke man.